mannen, het blijven kinderen. Alleen het speelgoed wordt wat duurder. En dat was duidelijk te zien afgelopen zondag op het circuit van Zandvoort, waar de historische Grand Prix werd gehouden. Hier zo'n fraai stuk volwassenen speelgoed, een Austin Healey Silverstone. En we reden mee met de Healey van Frans Amsing. Er stonden er heel wat opgesteld, want er was vandaag een recordpoging voor het Guinness Book of Records. Austin Healey's dus, in alle soorten en maten, waaronder deze fraaie van de heer Robert-Jan het Hoen. De Healey's, zoals gezegd, werden geteld voor het Guinness Book of Records. En het waren er alles bij elkaar ruim 200, waaronder deze Healey 3000 van Henk Janus. Er was ook een race vandaag, de zogenaamde John Gott Memorial Race, vernoemd naar een van de Britse gentleman drivers. En er werd ook inderdaad gereden als gentleman. One night, up above the Dutch moon, made the scene complete. De race werd overigens gewonnen door een andere Brit, namelijk deze Dennis Welch. De volgende race op het programma was de State of Art GT's. Die werd gewonnen door Michel Lombard in een Alpine, gevolgd door Henk Kool. En u zag daar een fraaie Morgan die ook aan die race meedeed. En we gaan meteen door met de volgende race, de Tourwagens. En een zeer gemêleerd veld met een Ford Anglia aan kop, dan een Cooper, links een tweetal Alfa's en dan een Volvo in het midden. En een van de Alfa's pint, dat is Nico Kool hier met nummer 43. Terwijl ook de Anglia er daar afgehaald met nummer 49 is dat meneer Erik Herema, een Belg. Hij zou overigens toch nog vijfde worden. Maar de strijd voorin werd vooral bepaald door David Hart, die hier met zijn Alfa uit de slipstream komt bij de Volvo van Tom Fick. David Hart zou deze race winnen. We gaan meteen door met de volgende race. Dat zijn de zware GT's. We zien daar een auto stil blijven staan op de grid. Daar de lichtgele Ginetta. En op de voorgrond is het de Sauber C3 met nummer 112 die de kop pakt. Gevolgd door diverse Shelby's. En die Shelby's zijn auto's van Amerikaanse makelij op basis van een Ford Mustang. Ontworpen en gebouwd door Carroll Shelby. Nick Snoek met de gele Sauber C3 was een paar keer in de pit geweest. Was dus teruggevallen. En daardoor konden deze Duncan Huisman en Michel Oprij de kop pakken. Gevolgd door Pieter Boel daarachter en daartussenin David Methley hier met de Marcos GT. Hij blokkeert zijn remmen. Dat lijkt er gewoon blokkeren, maar nee, dat wiel zit gewoon vast. En hij kan ophalen. En er waren meer problemen. Deze nummer 104, de Belg Xavier González met een Diva. Bijzondere auto. De Ginetta die in het begin van de race stil kwam te staan bij de start, is intussen door het hele veld gegaan. Bedreigt hier Michel Oprij voor de tweede plaats. Deze Ginetta deed overigens buiten mededinging mee. Hele lichte auto die er niet meer in slaagt om Duncan Huisman te bedreigen. Die dan ook als winnaar wordt afgevlagd. Jonge Duncan Huisman hier als winnaar op het podium. Gevolgd door Michel Oprij en Pieter Boel. In de pit stonden al diverse auto's klaar van de Mercedes Club. Club van antieke Mercedes-bezitters die hier een parade over het circuit maakten achter deze 500 SL Pacecar. En welke fraaie Mercedes we hier ook weer terugzagen was de 300 SLR van Stirling Moss die hier even handtekeningen uitdeelt voordat hij onder het oog van ongeveer 10.000 toeschouwers een paar demonstratierondjes op het circuit van Zandvoort gaat rijden. Moss ontvangt hier nog de laatste instructies van een van de Mercedes-Benz mensen en dan is hij onderweg. Een indrukwekkende demonstratie met een voor Moss zeer zeldzaam schakelfoutje. En dan gaan we naar de monoposto's, single-seaters zoals deze bijzondere Trojan. U ziet hem hier blokkerend aan het eind van het rechte stuk. Nergens voor nodig, want zijn achtervolgers hadden zich al uitgeschakeld in deze crash. Werk aan de winkel voor de marshals, want er ontstond een gevaarlijke situatie met vooral ook veel olie op de baan. Dus de deelnemers die daarna kwamen moesten de buitenkant van de baan houden. Dat lukte niet altijd met dit soort gevolgen. Tegen het eind van de race toch nog een spin. Tussen de races door moest er dan ook flink gestrooid worden te zorgen dat de olie geen problemen opleverde. De deelnemers van de volgende race, terwijl hier de winnaars van de monoposto's geëerd worden, is het wachten op de MG's. Dit is de MG Competitions race, maar u zit ongetwijfeld te wachten op het wat oudere werk.
En het oudere werk in de vorm van een antieke Grand Prix wagen, deze Bugatti 51. En u ziet hier Michel Oprij, de eigenaar, aan het stuur. ...30 jaar Grand Prix historie was op het circuit van Zandvoort. Auto's van tussen 1932 en 1961 die soms bijzonder onderhoud nodig hebben. Zoals deze Talbot, waarbij de motor en het differentieel moet worden opgewarmd voordat men aan de race kan beginnen. En die race met historische Grand Prix auto's werden twee heats verreden. We zien hier de start van de tweede heat, waar met nummer 21 Chris Alford maar één over het gras spint. De race gaat verder met iets minder deelnemers trouwens dan in de eerste heat. Er zijn er een paar uitgevallen. Ook nummer 22 is gespint. Dat is Alan Miles, een van de snelste mannen van het weekend. Hij zou nog flink wat in te halen hebben. In de eerste heat was er trouwens ook al een aardig ongeluk gebeurd. We zien daar rechts achter een wiel liggen. En dat is toch erg zonde bij dat soort kostbare auto's. We zien daar gigantisch dwarsgaan Bart Rosman. Ook een van die oude auto's, een Riley. En hier Michel Oprij, die uiteraard met zijn wat oudere Bugatti in het achterveld zat. En dit zijn de mannen die strijden om de eerste plaatsen met 22 Alan Miles. Gespind, maar nu weer vooraan te vinden. Hij zou winnen voor Chris Alford, die ook al gespind was. Terwijl we op Zandvoort in traditioneel de laatste zondag in augustus toe zijn aan een Grand Prix. En dan een Grand Prix Formule 1. Formule 1 auto's van tussen 1971 en 1985. We zagen onder andere de auto waar James Hunt destijds in 1975 deze Grand Prix mee won. Verder auto's van Ronnie Patterson en Jody Scheckter. Auto's als de Wolf, de Lotus en de McLaren. Achtereenvolgens gereden door John Wilson en het echtpaar David en Lorena McLaughlin. En de Hark, die historische autorenclub, had een prachtig veld bijeen weten te krijgen. Hier op het circuitpark Zandvoort. En heel bijzonder om een start te zien van Formule 1 auto's. Een flink veld met links een Williams, rechts een Theodore en daarachter een Shadow die hier nu de tweede plaats pakt. Prachtig veld, we zien daar een auto van Emerson Fittipaldi, de Copersucar. En daarachteraan de wat oudere Grand Prix auto's. De kop is nu in handen van nummer 40, Mark Williams, met de Spirit. En daarachter zit een Shadow en dan de Williams. En we zagen ook meteen de eerste uitvaller, de March 711, gereden door John Chatham. Ook een auto van Ronnie Patterson geweest. En dit is de winnaar van de Formule 1 race op Zandvoort afgelopen zondag met een Williams, John Fanning. U heeft nog één race van ons te goed. En u zou het niet zeggen aan deze man, maar dat is met hele zware, hele snelle auto's. Het is de zogenaamde supersportsklasse. En u ziet hier een rollende start. Een enorm veld van auto's met minimaal 2 liter en maximaal maar liefst 8 liter cilinderinhoud. Een McLaren, een BRM, diverse Chevrons en een heel veld vol. U ziet dat. Er werd flink fel gestreden. We zien al hier meteen iemand afgaan. Dat is met nummer 43, nummer 42, Ian Barrowman. Hij zal zijn weg overigens wel kunnen vervolgen. Voorin was het een gevecht tussen deze Charles Egg en Joost Kallisch hier op de eerste en tweede plaats. Veel Nederlanders ook in dit veld. We zien daar links vooraan nu Ed Zwart, links achteraan Hans Hugenholt. En daar rechts met de blauwe auto, nu in beeld, is het Jan van Straten, de man die u net zo rustig op zijn fiets zag zitten. En hier Hans Hugenholt die nog even rechts voorbij steekt. En hier Charles Egg met de McLaren M8. 1 ronde voor het eind komt hij tot stilstand. Dat is het voordeel van Joost Kallisch. Daarachterin gebeurt er ook het een en ander. We zien hier rechts met de groene automan die tweede ligt. Zit achter een paar anderen opgesloten. En links Lorenzo Bandini met de witte auto profiteert ervan. Hij gaat naar een tweede plaats. Maar als winnaar van deze supersportsrace werd Joost Kallisch met de BRM afgevlagd. Prachtig einde van een prachtige historische Grand Prix van Zandvoort 1993.